bij Igmar. Een aantal weken geleden vroeg onze gast vandaag in de studio heel aardig aan Joep en mij op DM via Instagram of we eens naar zijn muziek wilden luisteren en of hij misschien eens langs mag komen in de studio. En deze man bewijst dat het snel kan gaan als je goed bezig bent. Hij is pas 17 jaar oud. Je hoorde hem al eerder met In de Studio hier op Slam. En deze week heeft hij gewoon de Grand Slam te pakken met Never Let You Down. Daarom is hij hier bij ons in de studio. Mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Trobi! Goedenavond, man. Goedenavond. Ja, ik vind het zo leuk. Ik zat eventjes te checken in ons Instagram-kanaal, waar jij gewoon heel tof. Hoeveel zou je naar onze muziek willen luisteren? Naar mijn muziek willen luisteren. Dit maak ik allemaal en kan ik misschien een keer langskomen. En dan zitten we nu een paar weken verder en heb je gewoon een Grand Slam gespeeld. Ja. Gek, hè? Nou, best wel, toch? Ja. Of niet? Ja. Leg even uit, wanneer hoorde jij dat je de Grand Slam werd en hoe reageerde je daarop? Ik hoorde het afgelopen vrijdag. Ik had een schrijverskamp van Sony. Ja. Ik ging speciaal daar muziek maken voor films en voor reclames en zo. Ja. Dus ik zat in de sessie en ik werd opeens uitgehaald met het goede nieuws dat ik een Grand Slam had. Mijn manager kwam helemaal rennen naar me toe. Ja, en ik wist niet echt wat me overkwam, zeg maar. Maar ik was helemaal gewoon in shock gelijk. Gewoon. Ik heb ook nog begrepen vanuit je management dat er zelfs ook nog in jouw familiekring best wel tranen zijn gevallen omdat er een Grand Slam was. Ja, mijn manager had mijn moeder gebeld en die moest wel een paar tranen laten, ja. Dat is een trotse moeder die ja, denkt, dat is wel trotse mijn zoon heeft gewoon de Grand Slam gescoord. Ja. Ik vind het tof dat je hier in de studio bent, want ik introduceer je net even kort. Je bent 17 jaar oud. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met naar school gaan? Ben jij fulltime bezig met muziek op dit moment? Of? Ja, ik ga gewoon naar de Herman Brood Academie, dus dat is een muziekschool voor producers. En daarbuiten ben ik gewoon fulltime bezig met muziek, niks anders. Hoeveel uur per dag? Hoeveel uur per dag? Ik denk wel, ook met school, weet je. Ik doe dat de hele dag, dus ik denk wel meer dan 8 uur per dag. Kijk, dat is hoe je aan de top komt, hè? Gewoon zoveel mogelijk. Slaap je ook nog tussendoor? Zie je mijn ballen? Hey, wat is jouw stijl voor de mensen van de Grand Slam? Hoor je sinds deze week kort meelopen. Zometeen gaan we natuurlijk in je set horen. Maar als je zegt Trobi, wat is Trobi? Het is een beetje popmuziek met tropische invloeden. Zo omschrijf ik het altijd. Maar tegenwoordig is het eigenlijk iets heel anders. En ik probeer me ook niet echt aan één bepaalde stijl zo te houden. Want ik vind altijd wel zoiets van, wat als mijn label zegt van, ja, dit is wel een goede stijl. Ja. Weet je, dan heb ik dat gemaakt. En dan denk ik al iets van, ja, dan heb ik het al gemaakt. Dus dan wil ik weer wat nieuws maken, snap je? En dan worden ze soms een beetje gek van, omdat ik dan 100.000 verschillende dingen maak. En mensen moeten wel in een soort van bepaald vakje kunnen stoppen. Ja. En dat is nogal moeilijk, omdat ik heel erg open-minded ben gewoon. Oh, dat is een diepe antwoord ook al gelijk. Maar als je dit hoort praten, zou je niet zeggen dat hij van 17 is. Ik vind het echt supermooi. Zit heel volwassen uit. Ja. Nee, ik moet ook zeggen, de lat, dat vind ik wel tof. Want de lat ligt volgens mij ook wel redelijk hoog rondom. Maar volgens mij ken jij dat wel aan. Want ik sprak van tevoren even jouw management er kort over. Die zeiden van, nou, deze jongen gaat misschien wel naar het niveau van de nieuwe Martin Garrix. Ja, dat zeggen ze, maar dat zou ik nooit van mezelf zeggen. Nee? Nee. Maar, want hoe zie jij dat zelf? Heb je een beetje toekomstdromen? Of? Ja, ik heb wel dromen, maar ik hoop ook dat ze wel gaan uitkomen. Vertel er eens eentje. Ik wil wel in de top 10 van de DJ's komen. Ja. Ja. Nou ja, als je nu al een Grand Slam scoort, dan ben je op zich lekker bezig. Ja. Nou zijn er heel veel jonge producers en DJ's die dat zouden willen. Een Grand Slam scoren in de top 10 komen. Waar begin je nou eigenlijk? Wat bedoel je? Nou, waar begin je sowieso? Hoe lang geleden ben jij begonnen? Ik begon met draaien toen ik 9 was. Ja. Daar heb ik ook nog wel foto's van. Ja. En toen ik ging produceren was ik denk 12. In FL Studio. En toen in Logic en nu in Ableton. Dus 12. Ik speelde met Lego toen ik 12 was. Deze man niet. Die dacht, ik moet iets gaan doen. Ik moet iets maken van mijn leven. Dan. Ja. Ja. Je had een soort midlife crisis op je 12. Ja. Toen iets anders gaan doen. Ja. Hey, nou zit je op dit moment ook veel met andere producers in de studio. Onder andere bijvoorbeeld met Boos van de Beats in de studio. Een van de beste producers van Nederland. Wat leer je dan van zo'n gast als je in de studio zit? Is het dan dat je helemaal zit van, ik zit hier met Boas? Of? Nou, aan het begin was dat wel heel erg. Maar nu is het gewoon, weet je, we zijn nu gewoon maten. En we komen bij elkaar thuis. Gaan zwemmen en zo. We doen gewoon leuke dingen. En we maken tracks samen. En hij helpt me gewoon heel erg. Weet je, hij is gewoon. Ja, weet je, hij maakt gewoon die muziek. Hij heeft gewoon muziek gemaakt voor Major Lazer, Ariana Grande, Madonna. En ja, dat hij dan mij een soort van kan coachen. Of als ik feedback nodig heb, dat is gewoon tof. En wat gaat er voor jou de komende tijd aankomen? Want er komt nu een zomer aan. Wat zijn de volgende plannen voor Trobi? Ja, mijn volgende plan is een collab met Boas die ik ga uitbrengen. Echt een clubtrack. Dus dat is mijn volgende plan. Wanneer komt hij uit? Ik denk wel binnen 2 maanden, denk ik. Oké, maar kunnen we daar zo een stukje van doen of is dat nog te vroeg? Nee, nog wel te vroeg. Maar ik draai wel 4 eigen tracks of zo, 5. Dus, Ik ben benieuwd naar jouw werk, man. Thanks. Mag ik jou vragen om naar DJ Boot? Ja.